Februari 2021 begon met enorme sneeuwval en een sneeuwstorm. Na deze periode bleef het nog een tijdje flink koud in Nederland. De wind die bleef bij ons oostelijk tot noordoostelijk en daarmee werd steeds hele koude lucht aangevoerd. Waarbij overdag de temperaturen onder het vriespunt bleven. En in de nachten de temperatuur 's nachts boven het sneeuwdek ook flink kon afkoelen. Zelfs tot een min 15 graden aan toe. De laatste 10 jaar is er eigenlijk niet heel veel meer voorgekomen dat we koude situaties hebben gehad. Af en toe nog wel eens, maar de laatste echt koude periode was in 2012, toen we zelfs al werd gerept over de Elfstedentocht. Het kwam regionaal tot een koude golf. Koude golf is eigenlijk een periode van minimaal 5 aaneengesloten dagen dat de temperatuur onder het vriespunt blijft, waarbij je minimaal ook nog 3 nachten hebt, waarbij een minimumtemperatuur van min 10 of lager moet zijn gemeten. Het komt dus niet heel vaak voor en daarom is het best wel een bijzondere situatie.